Mijn naam is Kees Vonk, ik ben operationeel leider van Waterschap Rivierenland. Wij hebben vandaag een hele grote oefening, stroming geheten. En wij oefenen op een grote brand in Nijmegen. Een groot bedrijf waar allerlei gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen. En enerzijds verspreiden die zich door de lucht in de vorm van een soort wolk waarin die gevaarlijke stoffen zitten. Anderzijds wordt er natuurlijk door de brandweer grootschalig geblust. En dat bluswater, wat waarschijnlijk verontreinigd is, komt in het riool en via het riool op onze zuivering terecht. Ik benadruk nog even dat het om een oefening gaat. Nou, wat een belangrijk knelpunt is voor het waterschap, is dat wij nu een gebied rond de brandhaard hebben afgedamd. Dus voorlopig kunnen we daar het verontreinigde bluswater bergen. Maar er wordt ook heel veel neerslag voorspeld tussen 11 en 12 uur. En voor ons is nu de vraag, waar laten we enerzijds al dat bluswater wat waarschijnlijk verontreinigd is, en die grote hoeveelheid neerslag die voorspeld wordt tussen 11 en 12 uur. Daar zijn wij ons nu op aan het concentreren. En we kijken samen met de veiligheidsregio en de gemeente naar mogelijke oplossingen. Ja. Welke vragen voor het waterschap zijn op het ogenblik van belang? Welke aspecten heeft u nou te maken? Nou, een belangrijk aspect is natuurlijk ten eerste de veiligheid van ons eigen personeel. Dus mensen die in het gebied niet nodig zijn, die hebben wij gevraagd het gebied te verlaten. Dat is een belangrijk aspect. Tweede belangrijke aspect, wat ik net al zei, is waar gaan we al dat water laten, wat met name als bluswater wordt gebruikt en dus verontreinigd is, in combinatie met die neerslag. Dat is eigenlijk probleem 2. Probleem 3 is natuurlijk alvast na te denken over de juridische aansprakelijkheid. Het gaat ons heel veel geld kosten om dit allemaal te organiseren en straks dat water weer af te voeren en te reinigen. En wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over op wie wij die kosten kunnen verhalen. Ja. Hoeveel mensen van het waterschap worden vandaag ingezet, zeg maar, als zo'n situatie zich voordoet? Enkele tientallen, intern en extern. Communicatie is natuurlijk belangrijk. Er zijn veel mensen ter plekke vanuit onze beheer- en onderhoudsorganisatie, maar ook vanuit handhaving, communicatie. Dus we zijn met enkele tientallen mensen bezig om deze calamiteit te bestrijden. Kunt u een andere situatie noemen waarbij dat hele team wordt ingezet? Andere calamiteit bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, wat in ons gebied toch wel erg markant is hoogwater. Hè? Zowel een hoge rivierafvoer, Maas of Rijn, als eventueel storm op zee met in het westen verhoogde waterstanden. En zeker de combinatie is natuurlijk erg gevaarlijk. Hoogwater is toch wel voor ons een belangrijke bedreiging. Je kan ook denken aan heel veel neerslag in een korte tijd, waardoor het systeem het niet in een korte tijd kan afvoeren. Dat is voor ons ook wel een maatgevende omstandigheid. Verontreiniging van oppervlaktewater, zoals we nu mee te maken hebben. Maar ook een periode van extreme droogte, langdurige extreme droogte, kan aanleiding zijn om met de calamiteitenorganisatie bij elkaar te komen. Nog één vraag. De medewerkers nemen de oefening heel serieus. Hoe is dat mogelijk? Want je denkt, ja, droog oefenen is toch niet altijd even makkelijk. Nee, je moet een oefening altijd serieus nemen. Dat proberen we op alle niveaus te doen. En dat begint eigenlijk al met onze startbijeenkomst. Laten we ook vaak even een filmpje zien, in dit geval van het NOS-journaal, waarin je toch in korte tijd, alsof het echt is, word je meegenomen in de oefening. En na een half uur weet je al niet beter meer als ware het echt. Meneer Vonk, dank u wel. Graag.